Goed, aan tafel aangeschoven is hier Johnny Tijger. Welkom, Johnny. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja, ook bedankt voor de komst naar Baarle, want je komt uit Vlaanderen, uit België. Ja. Welke plaats? Uit Neerpelt. Neerpelt? Neerpelt, Overpelt. Achel, dat is dichtbij de Nederlandse grens, en Valkenswaard, niet zo heel ver hoor. Dus je bent eigenlijk ook een beetje Nederlands? Ja. Mijn grootouders kwamen ook uit Nederland. Mijn moeder heet Van den Dungen, dat is dus een echte Nederlandse naam. Ja. Dus ja, niks mis mee. Nou, is Johnny Tijger is jouw artiestennaam? Ja. In België, overal bekend, in Nederland ook. Maar ik denk, in lokaal gezien kennen ze jou onder een andere naam, hè? Ja, klopt, ja. Want iedereen denkt nou natuurlijk, Johnny Tijger. Bij God, iedereen gaat Engels denken natuurlijk, want als je op internet gaat kijken en je typt Johnny Tijger in, dan kom je van alles en iedereen tegen, maar niet de persoon die wij nu als volgers hebben. Tenminste, niet meteen. Ja, ik ben in 1966 begonnen met Johnny and the Tigers. Dat is een band en daar hebben wij toch een 10-11 jaar mee rondgezworven. Dat was een hele leuke tijd gehad. En Day After Day, dat is dan een van mijn bekendste songs, die ook zowat de hele wereld rondzwerft. Ik ben op een gegeven moment, want mijn bijnaam, vroeger mijn ouders hadden een café in Overpelt met pils, de krak, krakpils, ja. En zo kenden mij dus een hele hoop mensen, Sjelleke van de Krak, dus ja. Michel is mijn echte naam, hè. En dan, ja, heel veel mensen bij ons uit de buurt, oh, dat is Sjelleke van de Krak, zeggen ze dan, ja. En die naam, die leeft nog in Neerpelt? Ja, die leeft nog heel erg, ja. Ja, ja. Daar kom je dan weer vanaf? Nee, dat hoeft ook niet hoor, daar is niks mis mee. Het is bij ons allemaal, hè. Harry van de Krak en Peer van de Krak en Leij van de Krak. En Sjelleke van de Krak, ja. Nou, heb je muziek gemaakt in 1966, ben je begonnen? Ja, dat is 50 jaar geleden. 50 jaar geleden. Was het toen anders met het maken van muziek om bekend te worden als, ja, op de dag van vandaag? Ja, natuurlijk was het anders. Want toen wij begonnen met ons orkest, mijn ouders hebben ook altijd café gehad, hè? Ik weet niet of ik daar al verteld heb. Dus dat heb je net verteld, ja. En in Overpelt. Ja. En toen zijn we op een gegeven moment naar Houthalen verhuisd en toen terug naar Overpelt. En wij speelden ook bij ons regelmatig in de café. We hadden ook een eigen clubhuis. De Tijgerhal was dat in Exel. Dus dat liep wel goed, want dat was zondagsmiddags was daar tienerbal. Dan mochten de jeugd al vanaf 16 jaar mochten daar binnen. Zonder pasje, dus dat was... Ja, dat was feest, man. Oh, ik kreeg er nog kippenvel van. Wij repeteerden daar dan ook en wij speelden daar regelmatig. En wij deden dan ook mee aan orkestenwedstrijden. En wij hadden een redelijke grote fanclub. En we vertrokken dan, als we zo aan een orkestenwedstrijd meededen, met 2-3 bussen, allemaal volk. Met toeters en sirenes en spandoeken. En de meeste van die wedstrijden die wonnen wij ook niet omdat we zo goed waren, maar we brachten een hoop volk mee, hè. Ja. Kijk, en zo, ja, zo groeide dat toch. En er kwam een andere gitarist bij en dan heb ik een paar eigen nummers geschreven, Day After Day en Till the End of Time. En die hebben wij dan opgenomen en ja, Day After Day is nog altijd mijn bekendste compositie. Schreef je zelf muziek in die tijd dan? Zelf platen, zelf arrangementen? Ja, arrangementen is dan nog iets anders. Dat komt dan toch wel in de loop van de jaren, een bewerking van een liedje. Maar de meeste teksten en muziek, die schreef ik, ja. Ja. En hoe lang deed je daar over zo'n tekst, over zo'n plaat? Goh, wat? Ja, dat is ook weer afkomt. Dat is ook weer een gevolg van ooit dan hadden snel een bepaalde melodie en dan moet ik wel eerlijk zeggen, en dan meen ik dat ik er vrij snel wel altijd iets gevonden heb. Als ik maar een thema heb, dus waar ik over kan schrijven, dan komt dat. Ja, dat is. Mijn vader die schreef vroeger ook liedjes. En mijn moeder was ook heel muzikaal, die zong ook altijd achter het buffet. En ik heb dat toch van mijn ouders, je moet het
van iemand overnemen. Zo'n trekgebied ben ik nogal vrij snel weg met een liedje, ja. Is dat café, nou, om het zomaar oneerbiedig te vertellen, en te zeggen, café volk eigen dan, het muzikale? ja. Ja, gesteld wel, goeie vraag. Ja. Goh, is dat eigen aan? Ik weet het niet, ik zou het niet weten. Ik denk dat er ook nog wel andere mensen zijn die niet in een café grootgebracht zijn, die liedjes schrijven. Maar het zou wel een effect kunnen hebben wat je daar aanhaalt, ja. Ja. Je bent begonnen met Engelstalige muziek, zeg je, en een band. Zo'n band formeren in die vroege jaren, want je bent begonnen in 66, zei je. Ja. Was het moeilijk om die mensen bij elkaar te vinden? Nee, dat was niet moeilijk. Nee, want dat was echt een periode, oh man, alles kon en alles mocht en dat was vrijheid en blijheid. Goh, ik zou willen dat we de klok konden terugdraaien naar 66. Want als je ziet wat er tegenwoordig allemaal gebeurt, en laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat was, iedereen kende ook iedereen in het dorp. Hè? Dat is nu ook niet meer, want als je ziet wat er allemaal binnengevlogen komt, om het zomaar misschien oneerbiedig te zeggen, maar als we in die tijd langs de pot pisten, dan wist het wel bij wie ze terecht moesten komen, om het zomaar te zeggen. Ja, ik heb het je benieuwd. Ja. Je moest maar één stapje verkeerd te zetten, je stond heel dorp zo niet bekend, hè? Ja. Maar wel mooie tijden, want mijn ouders hadden dus café en, goh, en ook in die tijger al waar wij speelden. Jongens. Hartstikke mooi, ja. Begonnen in het Engels, later toch overgestapt naar het Nederlands, Sjelke. Mag ik Sjelke zeggen, net ja, toch, hè? Ja, natuurlijk. Waarom toch naar het Nederlands toegegaan? Ja, omdat dat ook een taal is die de mensen ook direct begrijpen. Een Nederlandstalig liedje, daar kun je ook meer van jezelf in kwijt. Van, ja, ik zing ook wel Engels, ik heb ook wel Engelse les gevolgd, maar in het Nederlands kun je het ook beter uitdrukken. Dat zal je ook wel merken aan een liedje wat je nog eens gaat draaien van mij. Net als dat ik wil van je houden, ja. Het is een eenvoudig liedje, maar de mensen begrijpen het meteen. Omdat ze hoeven het niet te vertalen, en ik denk dat dat wel een pluspunt is. Moet een liedje makkelijk zijn dan om te begrijpen of meteen goed over te brengen dan? Ja, ik denk dat dat wel met elkaar te maken heeft. Als je over iets zingt en dat ze dan ook meteen de tekst begrijpen. Natuurlijk, melodie is heel belangrijk, maar tekst ook, hè. Ja, dus het werkt samen. Als je nou een tekst schrijft, Sjelke, waar begin je dat eerst aan? Begin je dat eerst aan de melodie of eerst aan een tekst? Of moet er eerst een idee zijn waar een lied over moet gaan, of loop je, hoe kom je überhaupt aan een idee? Ja, dat is iets waar je in groeit ook, hè. Daar moet je ook wat vertrouwen in krijgen. Dan moet je ook weten wat je kan, maar ook wat je niet kan, dat is heel belangrijk. Ik ben nogal vrij snel weg als ik een bepaald thema heb, dan kan ik nogal snel er een liedje van maken, ja. Dat is wel een gave die ik van mijn ouders gekregen heb, ja. En hoe kom je dan aan een idee? Wat moet er gebeuren om een goed idee te krijgen dan? En wat is een goed idee? Ja, wat is een goed idee? Ik weet het niet, wat een goed idee is. Het is natuurlijk leuk, en dan merk ik ook wel dat vaak mensen zeggen, goh, Michel, je schrijft ook wel liedjes die al direct in het gehoor liggen. En dat is wel belangrijk. Het moet meteen wat voorstellen, het moet de mensen ook wat aangrijpen, het moet de mensen zeggen, oké, verdorie. En er moet ook wat herkenning in zitten, want ja, dat zeggen ook wel mensen dan, als we jouw stem horen, dan weten we dat jij het bent. En dat is ook wel iets wat meespeelt, ja. Mm-hmm. Ook al is het een nieuw liedje, dan hey, verdorie, dat zou Sjelke wel eens kunnen zijn. Of Johnny Tiger, en dan is hij het ook, ja. Hoe sta je in Neerpelt het meest bekend? Of gewoon onder Sjelke of onder Johnny Tiger? Ja, ik denk dat de meesten mij, en zeker ook wel wat oudere mensen, mij kennen als Sjelke van de Kraken, hoor. Ja. Zeg, Sjelke, je hebt een cd meegenomen, dat staat als eerst op muziek. Je zegt van, dat is wel een mooi liedje. Waarom is dat zo mooi? Waarom vind je dat zo mooi? Wat vertelt dat liedje ons? Ja, muziek heeft de mooiste boodschap. Ik denk dat muziek veel meer betekent dan dat we met z'n allen denken, hoor. Muziek, dat kan heel veel met de mens doen.
ook om in een andere sfeer te geraken en om wat, hoe zal ik het zeggen, wat te kunnen verwerken. Want ja, we maken allemaal wel eens iets mee in ons leven. Hè. Onze ouders die blijven niet leven, of een goede vriend of een broer of een zus die komt te sterven. En als je dan iets kunt maken, dat de mensen zeggen van, hé, verdorie, daar vind ik troost in. Ik denk dat muziek een heel belangrijke boodschap heeft. Ja, trouwens, ik hoef het tegen jullie niet te vertellen, want jij zit ook al jaren in het vak, hè? Wat? Hoeveel jaar? Ja, als ik daar ga beginnen. Ik ben ooit begonnen met huilen. Dat was ook een soort muziek, hè? Met huilen? Met huilen, toch? Wat bedoel je? Huilen toen ik geboren werd. Oh. En de eerste klap die ik kreeg op mijn billen. Dat is huilen, dat is ook muziek, hè? Want je bent ook een artiest, ja. Ja, wacht, wat is artiest? Ik weet niet wat een artiest is. Mensen zeggen wel zo dat ik mijn roepen gemist heb. Maar goed, ja. Daarna ben ik begonnen bij te fanfaren. Oh ja. Ik ben ook muzikant geweest. Ik heb drums gespeeld. Ik heb, hoe noem je dat, zo'n toeterding, bazuin, trompet. Heb ik gespeeld. Later ben ik ook bij de drumfanfare geweest. Een mass en show band ben ik geweest. En toen kwam ik bij de omroep terecht. Dat deed ik al samen trouwens, dat combineerde ik al. En bij de omroep zit ik nog steeds. Al die jaren, al ruim 40 jaar. Ja. Ja. Maar dan denk ik ook wel dat jij de muziek beter begrijpt. Versta me niet verkeerd. Maar door het feit dat je zelf muziek gemaakt hebt en misschien nog. En daar ook waar je hier mensen ontmoet en die brengt dat plaatje mee. Ja, dat is allemaal niet zo eenvoudig, hè? Nee, ik begrijp het ook wel. Wat de mensen, maar ja goed, je doet af en toe wel alsof net dat je het niet begrijpt. Maar ik begrijp zeer zeker wel wat mensen bedoelen met muziek, ja. Ja. Absoluut, ja. Maar goed, muziek is een boodschap. Je draagt daar een boodschap uit in die plaat aan mensen wat je bedoelt met muziek. Dat begrijp ik dus uit het liedje en uit de tekst die je daarin verwoordt. Ja. Zeker weten, ja, dat is het, ja. Kijk, de mails komen al binnen. De muziek heeft alles. Ik zei dus straks dat ik was al aan het kijken, wat ligt er allemaal? Ik zei tegen jou toen straks dat we na elke uitzending zo'n kleine 250 tot 300 mails krijgen. Nou, dat waren de eerste al die binnenkomen. En wat sturen de mensen dan van? Nou, die luisteren naar de uitzending en die zeggen van, god, nou, een goed gesprek of een leuke plaats. Of hoe kom je aan die mensen? Of gewoon simpele vragen. Dat je vaak kunt beantwoorden met 2-3 woordjes, maar soms zit er ook wel een hele gedachte achter. En soms schrijven mensen hele verhalen die in deze uitzending hebben geluisterd, hele verhalen met een hele hebben en houden erin, ja, die aan een speciaal liedje of aan een speciale artiest een speciale herinnering hebben. Ja goed, en dan heb je wel eens ooit wat meer tijd nodig om daar een goed antwoord op te geven. Ja. Er zijn ook wel eens mensen die schrijven een verhaal, of althans een vraag of een reactie, waarop je zelf het idee hebt van, ja god, wat moet ik daarmee? He, waar je zelf ook wel zo de herinnering aan hebt van, ja god, ja, ik heb zelf ook wel zo'n... Ja, en dat je het moeilijk vindt om daar een antwoord op te geven. Dat gebeurt ook. Maar muziek doet heel veel. Want dat bedoel ik ook met het liedje, muziek heeft de mooiste boodschap. Liedje dat ik nu zing, boodschap met veel ritme. Ik denk dat elk liedje wel een boodschap heeft. En iedereen voelt zich wel aangesproken door een bepaalde tekst, ook al zit er maar een bepaald woord in, of een samensmelting ervan, dat ze zeggen van, hé, verdorie, ja, dus ene kijkt er kippenvel van, en ja, dan is het goed, hè, als je kippenvel van krijgt. Dus ik denk dat muziek een heel belangrijke boodschap heeft voor heel veel mensen. Laten we eerst luisteren dan naar dat lied van jou, muziek heeft een boodschap. Ja. Sjelleke van de Kraak.